Sparta gaat vandaag met 1-3 onderuit in de Stadsderby tegen Feyenoord. Ja, ik denk dat er een zware teleurstelling in de kleedkamer heerste. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat de eerste helft heel anders kon verlopen. Je mist een penalty, was best wel cruciaal. Daar ga je iets anders de rust in, denk ik. En dan weet je dat Feyenoord de tweede helft gaat komen. En dat hebben ze goed gedaan. Is die gemiste penalty ook echt een beetje het breekmoment geweest in de wedstrijd voor jullie? Nee, dat denk ik niet. Je staat alsnog 1-1. En er is niks aan de hand. Je kan het gewoon positief zien. En dat is niet gelukt. Tweede helft hadden jullie natuurlijk wat minder in te brengen dan voor de voorrust. Als je over de gele wedstrijd kijkt, hadden jullie dan had er meer ingezeten voor Sparta? Ja, ik denk over het algemeen gezien wel door de eerste helft natuurlijk. Maar de tweede helft heeft Feyenoord gewoon volledig gedomineerd, denk ik. En dat is credits aan Feyenoord. Het eerste kwartier hadden jullie het wat lastig, want we waren natuurlijk ook heel snel op een 0-1 voorsprong. Daarna komen jullie eigenlijk een beetje uit de niets weer op gelijke hoogte door natuurlijk een wereldgoal van Mika Pinto. Voel je dan ook gelijk op het veld dat het weer echt het gevoel is van we zijn weer helemaal terug in de wedstrijd en het vertrouwen weer toeneemt? Ja, het is natuurlijk lekker als je de 1-1 maakt. Mooie goal natuurlijk, echt een fantastische goal. Ja, dat geeft wel een boost weer voor het team en staat het gewoon weer 1-1 en kan alle kanten weer op. Maar mocht niet baat. De tweede helft creëren jullie dan eigenlijk heel weinig. Waar kwam dat door? Ja, ik denk dat Feyenoord het heel goed deed met druk zetten, met in balbezit, opbouw. En ze stonden gewoon heel goed en daar hadden wij het heel moeilijk mee. Dat zag je wel. Je speelde zelf opnieuw in de basis nadat je de afgelopen 3 wedstrijden al de geschorste oude server ving. Hoe kijk je terug op de afgelopen maand waarin je 4 wedstrijden als basisspeler hebt gespeeld en je basisplaats hebt behouden? Ik denk positief. 3 wedstrijden gewonnen, 9 punten. Niet heel veel tegen. Veel gescoord. Dus ik denk positief. En vandaag niet de overwinning behaald, maar ik denk aardig mijn best gedaan. Volgende week weer een nieuwe kans bij AZ uit. Heel veel succes. Daarom, dankjewel.